Roos van der Velde, de winnaar van de Opel Assen bij de dames. Hoe voelt dat? Ja, supergoed. Ook om na een tijdje een beetje in een dartdipje te zitten, is het echt fijn om weer een toernooi gewonnen te hebben. Ja. Je haalt het zelf al aan. Je begon dit jaar vrij goed en daarna is het eigenlijk heel snel naar beneden gaan. Hoe kan dat? Ja, ik denk door omstandigheden en door wat andere prioriteiten. Misschien iets minder plezier in het darten, maar uiteindelijk heb ik er nu wel wat meer plezier in. Ik heb nu ook andere darts, toevallig vandaag net uitgetest. Ik had er niet eerder mee gegooid, vandaag voor het eerst en het pakt gelijk goed uit. Dus ik hou ze. Dus je komt hier aan, je hebt nog geen één keer ermee gespeeld. Je hebt nog snel punten laten verwisselen en dan dit. Ja, echt bijzonder. Ja, Jurin had het inderdaad nog snel verwisseld, dat de punten iets langer waren. Maar het pakt goed uit met de Joe Cullens, dus dat is top. Ben je een beetje aan het zoeken waar het aan ligt? Hoe het kwam dat je een dipje had en dat het allemaal een beetje wegtrok? Ja, je bent in het begin wel op zoek naar antwoorden. Maar ja, je weet ook wel ergens waar het aan ligt. Alleen je moet niet te veel gaan nadenken erover en gewoon lekker doorgaan. Weet je, iedereen heeft wel eens last van een dipje of dartdipje. En uiteindelijk kom je er wel sterker uit. Dus ja, ik ben nu niet echt op zoek naar antwoorden, maar ja, ik ben er weer een soort van. Hopelijk smaakt dit naar meer. Dietje doet alles goed. Wat brengt de komende weken jou? Eigenlijk het najaar? Sowieso de laatste Women's Series in Leicester. En eind oktober, begin november is ook nog Open Malta van de WDF. Daar ga ik ook aan meedoen. Dus daar heb ik erg veel zin in. Roos, succes, dankjewel. Ja, bedankt.